Yes mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Lijpe is echt blij. Ze weet gewoon dat ze in goede handen is en ze is gelukkig. Kijk eens aan, hoppa, fris gewassen. Woehoe. Haar pootje is hier ook al een beetje minder zwart, zoals jullie zien. Maar in ieder geval mensen, ik heb gisteren de beste keuze ooit gemaakt. Ik heb deze pet in de wasmachine gestopt en hij is er gewoon perfect uitgekomen. Helemaal proper en ook dit karton is niet fucked. Ik dacht altijd, als je een pet in de wasmachine steekt, gaat dat karton kapot, want dit is eigenlijk gewoon karton. Ik heb ook een smoothie gemaakt. Woppa, hier zitten 2 mango's en 1 banaan, een beetje havermout, een beetje pindakaas en water. En ik kan jullie verzekeren, het is zo zwaar. Ik heb er gewoon te veel mango in gedaan. Ik krijg er net buikpijn van. Wow, er zit hier zelf nog zo'n haar in. Dit is eigenlijk gewoon een vezel van de mango. Ik ga straks gewoon naar buiten, gewoon freestylen. Ik heb zin om te genieten in het zonnetje en gewoon met mijn skateboard op tour te gaan, sowieso. Ik moet werken van 4 tot 8, dus we gaan gewoon beginnen met de dag. Let's go! Shit, mijn mini deadcat is eraf gevlogen. Oh, crap. Wow, de politie passeert hier ook. Holy moly. In ieder geval mensen, ik ben op weg naar het postkantoor. Ik heb een super zware rugzak. Omdat er allemaal mensen natuurlijk een fucking bunny vlog strui hebben gekocht. Een shout-out naar jullie, sowieso. En een speciale shout-out naar Armin van de Wielen. Of van den Drielen, ik weet niet meer hoe, maar hier is een kanaal. Sowieso, die dude is me gewoon aan het supporten vanaf dag 1. Een shout-out naar jou, sowieso. Woe! Ik ben buiten adem, let's go. Mega rappen, ik hangde zo al lang aan een chickie en die chickie keek gewoon naar links, maar ik hangde aan de rechterkant, dus die had het totaal niet door, tot ik er aan trok en zo mezelf vooruit duwde. Maar ze vonden het alleszins rappen. In ieder geval, de pakketjes zijn verstuurd. Wow, dat was echt veel werk. Ik moest zo alles opschrijven en opzoeken via mijn gsm en noem maar op. Het kost me trouwens 10 euro per verzending. Dat is fucking duur. Als je dus een puur wilt, kom die gewoon halen bij mij. Stuur me een mail naar dit adres en we fixen het gewoon. We spreken af en we bezorgen jou gewoon een fucking vette bunnyvlogstrui. Zo, wie, zo. In ieder geval, ik ben op weg naar de Blijmeester. Ik heb zin om te zwemmen. Woehoe, let's go. Maar eerst naar de supermarkt. Ik heb echt de beste spot ooit eruit gekozen. Check die shit. We hebben hier een boom. En ik durf er zelf niet aankomen. Die boom is echt gewoon niet normaal. Dat is zo'n boom dat stekt. Knijters. Ik heb in ieder geval super lekkere sushi gekocht. Check die shit. Dat heeft me veel geld gekost. Maar ja, het is wat het is. Ik had er zin in en ik run het mezelf. Dus gewoon doen. Gewoon doen. Als je echt iets wil, dan moet je er niet over nadenken, dan moet je het gewoon doen. Holy moly, dit pakket kost meer dan 10 euro. Check wat dat er allemaal in zit. Ho, ho, ho. Ik heb dit nog nooit gegeten. Dat is zo met een doorzichtige wrap er rond. Ik heb dat wel al gezien, hoe dat maakt, maar nog nooit gegeten. We gaan het proeven, maar eet nooit sushi zonder wasabi.
Ik heb die in mijn zakken zitten. Dat is zo'n soort mosterd, maar dat is groen. Nice. En pas er ook mee op, want het is extreem pikant. Net zoals mosterd. Hoppakee, een beetje erop. Nice. Dat is echt goed. Ik ga hier maar genieten en het is ondertussen al 2:40. En ik moet om 4:00 werken. Dus ik ga waarschijnlijk niet naar de Blijmeersen gaan zwemmen. Maar gewoon in dit meer daar. Voor de mensen die niet weten waar dat ik ben. Ik ben hier aan dat houten ding. Waar ik ooit een keer heb opgebmx'd. Maar jullie gaan dat misschien wel herinneren. Misschien ook niet. Maakt niet uit. We gaan er gewoon straks naartoe. Let's go. Ik heb net sushi gegeten en check wat ik hier tegenkom. Dat is echt fucked. What the fuck? Bah! Check die shit. Allemaal vis. Bah! Dat stinkt echt. Holy moly. Oké, we zijn hier dus aan het water. Woppa. Daarnet waren hier allemaal mensen, nu niet meer. Dus eigenlijk wel vet. Want ik heb het hele platform voor mezelf. Zoep. Oh, heerlijk. Het is veel minder ver dan de Blijmeersen en hier kan je ook gewoon chill zwemmen. Of ja, dat hoop ik toch. Ik hoop ook dat ik zo'n dikke vis of zo niet tegenkom. Maar ik ben daar totaal niet bang van. Ik dacht eerst dat het een rat was en ratten, daar ben ik echt vies van. Woe, nice. Dat voelt echt lekker om hier gewoon over te stappen. In ieder geval, ik ga mijn zwembroek aan doen en we gaan er gewoon voor. Woehoe! Oké, yes, het is echt super nice, niet normaal. Dat is hier echt gewoon mijn nieuwe spot. Woe! Ik ben fucking stoked! Nice! Je voeten worden hier niet vuil. Er is een platform om te chillen en we hebben gewoon dit ding. Dat is gewoon echt mijn nieuwe spot. Als ik nu alleen ga zwemmen, ga ik altijd naar hier komen. En bij de 500 likes op deze video spring ik van hier daar in het water met een 360. Dus mensen, like gewoon de video sowieso! Ik heb het uur volledig uit het oog verloren. Fuck! Het is nog 10 minuutjes en dan moet ik beginnen werken. En ik zit echt niet zo dicht bij mijn werk. Dus dat gaat echt gewoon doorstampen zijn. Maar ik denk dat ik het net ga kunnen halen. Oh, ik ga een beetje lopen. Dat maakt alles makkelijker. Let's go! Fuck jij, yeah. Nog 5 minuten. Ik ben echt zo hard aan het gaan. Wow, ik haal gewoon alle fietsers in. Nog 2 minuten. Als ik nu loop, dan haal ik het. What the fuck? In 5 minuten naar hier van de Blijmeersen. Fuck jij. Yeah. En ik ga echt de oplossing moeten vinden voor dit, want dit valt er altijd af. Tot na mijn werk, you. Yes, eindelijk gedaan mijn werk. Hoppakee, het was echt mega veel volk, niet te doen. Wow. Yes, het is hier echt sketchy. We zijn hier werken en alles is gesloopt. Hoppa, hoppa, hoppa. Oh, ik heb honger. Heel veel honger. Dus ik ga denk ik naar huis en daar gewoon eten maken of zo. Let's go! Dus ik had echt gewoon weinig zin om te koken, maar het gaat wel moeten, want ik ben letterlijk elke afhaalmaaltijd gewoon zo beu.
Laat weten in de comments als jullie ideeën hebben. Alsjeblieft, geen lamajoen of een soepje. Ik wil echt gewoon iets nieuws. En ik weet niet wat dat nice en betaalbaar is om af te halen. Mijn inspiratie is op. Dus laat sowieso weten in de comments wat dat jullie aanraden voor af te halen. Ik heb een pintje. Hoppa, jullie zien het. Een laschouf. Ik had daar gewoon nog een keer zin in. Soms mag dat wel een keer. Het is vrijdag, ik heb gedaan mijn werken. Ik ga lekker genieten. Joe! Boef en Lepen! Hey! Hey! Hoe gaat het? Hoe gaat het? Altijd super leuk om thuis te komen na een lange dag en de katjes terug te zien. En dan nog even met hen gewoon hier chillen. Ik doe dat bijna altijd. Dan eten ze zo een beetje gras en Lepen loopt daar zo een beetje. Straks gaan ze waarschijnlijk naar daar gaan spelen. Want er zitten daar allemaal eenden en ze doen echt niets liever dan gewoon die eenden opjagen. Dat is echt wel super grappig om te zien. Hey Boef! Kijk, Boef is nu gras aan het eten. Hoppa, dit is een natuurlijk iets dat ze doen. En ze eten dus gras. En dan worden ze eigenlijk gewoon vergiftigd. En daarna gaan ze moeten overgeven. En dat is eigenlijk een soort reiniging van een kat. Zo reinigen ze zichzelf. Als ze overgeven, gaat ook alles slechter uit. En dat is gewoon een natuurlijk instinct of zo voor zichzelf te reinigen. Het lijkt alsof dat Lepen gaat springen, maar dit gaat ze niet doen, want ze houdt echt niet van water. Dit is in de vorige video of twee video's geleden bewezen. In ieder geval, ik ga nu naar binnen, iets gaan koken en gewoon genieten van de avond. Ik heb al gezien dat ik alleen ben. Alle homies zijn waarschijnlijk nog aan BMX'en ofzo. Dus bij deze mensen, let's fucking go! Normaal maak ik altijd zo b-roll shots van mijn eten, hoe dat ik het maak. Maar nu ga ik het keer uitleggen hoe dat ik het maak. Het is eigenlijk heel simpel. We openen de koelkast. Hoppakee. We nemen de groentjes. We hebben dit sowieso nodig. Dit ook. Deze ook. En ik denk ook... deze paprika. Hoppakee. Voor de mensen die de groentjes niet kennen. Dit is sprei. Dit is een halve paprika. Dit is Chinese kool. En dit is broccoli. We gaan deze nu snijden. Let's go. Yes, de groentjes zijn gesneden. Jullie zien het. Hoppakee. We nemen een pan. We zetten hem op het vuur. En we doen het vuur aan. Nu moeten we gewoon... olijfolie er aan toevoegen. Hoppa. Zo. Oh, het is het laatste van de bus. Of van de fles. Als de olijfolie erop is, moet je die gewoon even laten opwarmen. Hoppa. En een beetje verspreiden. Dat ziet er al goed uit. Nu nemen we de groentjes. En we doen de groentjes hierop. Hoppa. Voor de mensen dan denken dat koken moeilijk is, koken is echt niet moeilijk. Ik ben hier nu letterlijk alles aan het doen met één hand. En als ik het kan, kunnen jullie het ook. Zo, wie, zo. Vanaf wanneer dat je hoort dat de groentjes aan het stoven zijn, nu horen we ze stoven. Dus dan nemen we een lepel en dan roeren we gewoon zo, hoppa. En zorgen we ervoor dat alles gelijktijdig wordt gebakken. En dat er ook niets aan brandt. Dit is vegetarisch gehakt. Dit voeg ik achteraf toe. Maar normaal gehakt moet je eerst in de pan leggen. Maar dit niet. Dit is veel rapper klaar. Hoppa. Na een paar minuutjes stoven nemen we deze pot erbij. Hoppa. Ik heb hem net uit de koelkast gehaald. Achar. Champoer. Dit kan je in de Albert Heijn kopen. Dat is echt mega nice. Dat zijn zo allemaal groentjes. Typisch zo gelijk in de Bami Goreng. En dat zit allemaal in zoetzure saus. Of ja, zo'n zoetzure geur. Het is niet echt saus. Maar ik kan jullie verzekeren, het is echt de final touch op een noedelgroentegerecht. Zo, wee, zo. Dus een beetje van dit erin. Dit gaan we nu doen. Dit kan ik wel niet met één hand. Dus... voilà, de groentjes zitten erin. En de laatste stap is deze noedels er gewoon in gooien. Let's go. De noedels zitten erin. Hoppa. En nu gewoon nog een beetje roeren.
yes. Zoals jullie hebben gezien, het is echt super makkelijk voor te koken. Het is klaar en ik ga ervan genieten. Ondertussen is de homie Jan ook gearriveerd. Hallo. Yo. Die heeft een falafel wrap met frietjes gegeten. En de homie Alex is daar druk aan het werk. Yo. Wij gaan gewoon vandaag verder chillen en hier gewoon lekker genieten van het eten. Dus ik zie jullie waarschijnlijk later. Yo. Mijn eten heeft echt super nice gesmaakt. Ik ben nu van een pintje aan het genieten. Woppa, weinig mensen weten dat, maar een pintje achter het eten is eigenlijk echt super goed voor de spijsvertering. Lijpen is daar aan het chillen en zichzelf aan het wassen en ja, nog een beetje aan het herstellen van de grote schok. Voor de mensen die niet weten wat er gebeurd is met Lijpen. Lijpen is een paar dagen geleden thuisgekomen en die was in de olie gevallen ofzo. Waarschijnlijk onder een auto of in een machine gekropen en er terug uitgegaan. Echt sketchy. Maar het gebeurt. Ik heb het opgezocht op het internet. Het gebeurt met veel katjes en it is what it is. Ik ga gewoon nu mijn video waarschijnlijk editen op deze computer. En daarna gewoon lekker gaan slapen. En hopelijk morgen een beetje vroeg opstaan. Want mijn routine is echt fucked up de laatste tijd. Bedankt voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out. Ciao. Yo.